Goedenavond mensen van het vliegtuigfeest. Welkom. Hey Toekit, ben jij er ook? Welkom. Dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is de laatste dag en vandaag gaan we terug naar huis. En we zijn de dingen al afmaken en heel de kamer aan het opruimen. En ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk, want al die mensen zijn nu in het hotel en iedereen komt nu toe om hier een week vakantie te hebben. En wij moeten naar huis en ik wil dood. Het probleem is Nina. Ik ga het zijn video. We moeten naar huis. We moeten naar huis. We moeten naar huis, dames en heren. Ik wil niet naar huis een keer. Ik wil niet naar huis, maar we moeten met een uur uit de kamer. Dus ik ga nu nog even douchen en dan gaan we naar huis. Is dit oké? Ja! We zitten momenteel in de lobby van het hotel samen met deze mensen. Hey, hallo. En ik ben hier gewoon een video aan het bewerken, omdat, ja, moet ook gebeuren. Ik bedoel, if I don't edit, there are no video's. En het is zo erg om te zien daar allemaal nieuwe mensen te komen in dit hotel. Dus ik begin nu allemaal aan hun vakantie. Mijn vakantie is gedaan. Het is pijnlijk. Het is heel pijnlijk. Maar oké, aan alle verhaaltjes komt een eind. En het eind is bijna voor mijn verhaal. Dus ik ga nog even verder werken aan mijn video. Dat die zeker klaar wordt. En ja, dat is de depressiefste vlog ooit, ik weet het. Maar ik kan er niks aan doen. Ik ga niet graag terug naar huis. Het was een geweldige week, maar ik ga echt niet graag terug naar huis. Dus dames en heren, zeker een likeje en ik ga verder werken. Joe. En zo wandelen we nog een keer door Zellamzeezaal. Wetend dat we straks weer in stinkblankenbergen gaan zitten. In stinkbelgië, waar er geen ene hol te doen is. Deze stad is zo leeg als iets. Omdat iedereen nu aan het snowboarden is. Of aan het skiën en wij lopen hier gewoon. Ja, dus ik heb echt geen zin om naar huis te gaan, dat mogen jullie weten. Dus dames en heren, hier nog even wat leuke achtergrondmateriaal voor jullie. Ik ga nu eten, ik heb honger. Ik wil niet naar huis. Ja, joe. Lunch. Smakelijk. We zitten hier in een heel leuk restaurant en we gaan nu eten. Lekker. This is very good. Ik heb wel zin om te eten, maar aan de andere kant kan ik niet gelukkig zijn, want ik wil niet terug naar huis. Ik wil hier gewoon blijven, nog een jaar of zo en dan pas terug gaan naar huis. Ja, ik wil nog niet naar huis. Like gewoon en ik ga verder wenen of zo. Fucking bonen. Helemaal mooie bonen. Die shit moet je niet eten als je s'avonds normaal wil slapen, want van deze shit laat je echt fucking harde scheten. Fucking bonen. Maar eentje. Ja. Eet jij veel bonen? Nee, ik moet dat niet. Wat gebeurt er als je veel bonen eet? Ja, ik kon dat niet zeggen. Zeg het maar. Nee. Dan laat je dikke scheten. Ik en mijn marijntje lopen natuurlijk weer door de ding waar al de dingen staan waar mijn marijntje van houdt. De sterke drank. En je ziet dat mijn mama hier ook al gewandeld komt. Wat ga je allemaal meenemen? Niks. We nemen alles. Wow, wat ben je hier nu weer aan het inspecteren? Ja hoor, typisch Russisch, de vodka. Je weet waar je naar moet kijken, hè, maar eentje hier. De Absolute Vodka, speciaal voor jou. Absolute Vodka. Koop dat nooit, dit is echt niet te drinken. Hiervan heb ik eens moeten overgeven, echt. Dit is het viesste wat er bestaat, echt. Dus ja, we gaan door naar de kassa. Hallo kassa, we zijn hier. We staan nu aan de kassa. Yay, kassa. Dus ik zie jullie, ja, als er nog iets nuttig gebeurt of zo. Want voor zover ik het nu zie, is het gewoon leef. Yo. Ik zag een leuke zonnebril die heel goedkoop was en ik heb hem gekocht. Nu ben ik real. Yay, man. We wandelden in Oostenrijk met mijn coole zonnebril. We wandelden in die winkel en die mevrouw zei: nee, die zonnebrillen zijn voor kinderen, niet voor jou. Maar ik heb hem toch gekocht, want ik ben een badass. Dus ja, het was een zonnebril van 10 euro of zo. Vinden jullie van mijn zonnebril? Vinden jullie hem ook zo awesome? Fresh gewoon. Yeah, man. We like this sunglass. It's very nice, yeah. Waar de fuck zijn we? En al die jaren dat we hier komen, ben ik hier nog nooit geweest. Waar de fuck zijn we? Oké, we gaan terug naar het hotel. We gaan dan bijna naar huis. Dus let's go, yeah. Dag hotel. Het is tijd om weg te gaan. Dag hotel. Hier is onze taxi. Hallo taxi. Hopelijk is het niet meer zo'n rare Duitse oude man die ons bijna dood gaat rijden. Let's go. Hier is de taxi. Dit is de chauffeur van vandaag. Yo man, what's good? Hopelijk kan ik mijn snowboard hier leggen. Ik heb mijn DJ ding aan. Super cool. Can I put my snowboard in the back? Yes, this is the snowboard. Okay, I'm gonna give my snowboard to you. And you put it in there. Okay, nice man. Okay, ik ga nu in de taxi. Thanks Oostenrijk. Het is net alsof ik hier net ben aangekomen, maar nu gaan we weer weg. Het was leuk, tot volgend jaar. Ik ga yo de bal in. Het was weer leuk om jullie een weekje gezien te hebben. Nu ga ik me weer gaan opsluiten in mijn kamer. Okay guys, hello. Oh, daar zit ik dan weer in de auto. Wow. Man, deze taxi is nice. Yeah, en nu gaan we naar de luchthaven rijden. Luchthaven, hier ik kom. En nu ga ik weer heel de tijd hetzelfde liedje luisteren op reverse. Ik denk dat ik naar een liedje ga luisteren van Katy Perry. Zo van
Raar, raar. Dus het wordt nice. Shoutout naar de chauffeur. Big shoutout naar jou, man. Big shoutout. Big shoutout, meneer. Yeah, man. Big shoutout. Yo, guys. We gaan nu weg. Yo, yo. We zijn aangekomen in de luchthaven. Thanks, man, for the ride to the airport. Ja, we zijn nu aangekomen. We leven nog. Alles is oké. Ik weet niet waarom ik die fucking zonnebril aan heb. Maar oké, dames en heren. We gaan ons klaarmaken om weer 2 uur te stinken op een fucking random Oostenrijkse luchthaven. Hopelijk is er hier veel eten. Hopelijk zijn er hier lekkere chicks. Want anders ga ik er echt moeite hebben om mee te amuseren. Dames en heren. Oh shit, ik word bijna aangereden door de auto. Vlog gaat fout. We gaan ons nu gewoon klaarmaken om terug naar huis te gaan. En ladies and gentlemen, het was chill. Het was heel chill. Het was een geweldige reis. Ik voel me vereerd dat ik dagelijks heb kunnen vloggen voor jullie. Let's fucking go, ladies and gentlemen. Doe zeker een likeje. Ja, joh. Fucking schnitzel tussen een broodje. 15 euro. Dus we zitten nog altijd op de airport. En deze dingen zijn zo duur. En ik weet niet eens wat het is. Het is een schnitzel tussen een broodje. 15 euro. Fuck G. Maar ze verkopen hier wel goedkope sterke drank. Vodka en zo. Dat is jouw ding, hè. Vodka. Jij drinkt graag vodka. Doe maar toe. Oké. Okay. Dus nu wachten we weer 3 uur op onze vlucht. En dan gaan we terug naar Belgeland. Hey ho, Captain Jack. Bring me back. Maar eentje. Stel hè, straks gaan we wel nog een beetje vodka sippen. Dus het gaat weer een dik feest worden op het vliegtuig. We gaan weer fucking dronken worden. Well, let's go. Kijk hoe illegaal dat we zijn. We wandelen op de Temrak. Oh shit. Dus daar staat ons vliegtuig. Oh baby. We gaan zometeen vliegen. Daar heb ik echt zin in. Allemaal mensen achter me roepen rare dingen. Fuck jullie. We gaan zometeen vliegen. Als ik neerstort, komt deze vlog niet online. Dus als hij wel online komt, ben ik niet gecrashed. Fucking spoilers. Wow, ik stap gewoon op een trap. Ben je klaar om te vliegen? Ja. Oké, guys, let's go. Goedenavond. Goedenavond, mensen van het vliegtuigfeest. Welkom. Hey, Koek, ben ik er ook? Welkom. Dus, dames en heren, we zitten hier weer in het vliegtuig. En we zijn klaar om te vliegen. Deze keer is er een beetje meer volk. Deze keer ga ik ook niks kunnen filmen uit het vliegtuig. Want het is gewoon allemaal zwart. Dus, dames en heren, hierbij zou ik zeggen, het volgende shot zal als we in Eindhoven zijn. We zitten hier weer met de vliegcrew. Let's go, dames en heren. Ik heb er zin in. Jazeker. We zijn terug in Nederland. En je mag 3 keer laden welke weer het is. Het is aan het sneeuwen. What the fuck? What the fuck is wrong with het weer? Ik heb net de hele fucking week fucking sneeuw gezien. En nu kom ik terug in Nederland en nu is het ook aan het sneeuwen. Like what the fuck? Ik snap zelf niet wat er allemaal gebeurt. Maar oké, okay, sneeuw, beter dan regen. Ik hou mijn leven, dames en heren. Oké. Let's go. Ik leef nog, ik ben niet gecrashed. Het weer is kut, maar ik leef nog. Let's go. We weten allemaal wat dat betekent als ik weer hier sta. Het is alsof dat 3 seconden geleden is dat ik hier de vorige keer stond. Het is alsof dat 3 fucking seconden geleden is dat ik deze super mooie packfest tekende op deze paal. Waarom gaat vakantie altijd zo snel en school zo traag? Ik weet het echt niet. Het is zo'n raar kut gevoel. Ik heb zo'n geweldige week gehad. Maar het is zo raar om nu al terug te zijn. Het is alsof het in een vingerknipje gedaan was. Het is echt fucked en... Dit is exact hetzelfde shot als precies 1 week geleden. Dat is zo kut. Ja, nu zit er niks anders om terug naar huis te gaan. Nu is het gewoon exact dezelfde vlog als de eerste vlog, maar dan volledig het tegenovergestelde. Dus ik stel jullie graag voor aan mijn reismaatjes. Want nu zijn het mijn terugreismaatjes. Ik maak me klaar om terug te gaan naar Blankenbergen. Het was een geweldige vakantie. Dank wel om mee op vakantie te gaan. Ja, dank wel voor de reactie. Ik ben Acid. Ik ga terug naar huis. Ik ga slapen, want morgen is het school. Hey. En zo ben ik weer in mijn huis. Hallo computer, hallo Barbara. Alles goed? Ja, mijn computer noemt Barbara. Dus ik ben eeuwig getrouwd met haar. Hallo Barbara. En oh my god, hier heb ik zo lang op gewacht. Let's fucking go. Home sweet fucking home. Dames en heren, het was awesome om voor jullie te vloggen. En deze defocus is ook fucking geil. Oh my fucking god. Like echt voor deze fucking wazige pixels. En dat is echt kwaliteit. Ik vond het geweldig om eens te dagelijks vloggen voor jullie. Ik vond het een geweldige week. Ik heb me super geamuseerd. De support was awesome. En hierbij zou ik er afsluiten. Dames en heren, vonden jullie het nu awesome? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zal zeggen, slaap wel. Het is 3 uur. En ik moet morgen naar school. Slaap wel. Hello.